meeste van je werk ontstaat, geloof ik. Ja, het meeste werk ontstaat eigenlijk tijdens het werken gewoon. En ik heb dan wel een beetje een vaag idee wat ik dan ga maken. Nou, heb je dan als je naar het atelier gaat, dan een idee van nu ga ik? Ja, dan heb ik wel een vaag idee. Dit hier, dit heb ik overgeschilderd, vond ik geen goed doek. En daar heb ik dacht van, nou, dat is een mooi formaat voor een, voor een profeet. En ja, dus, die moet zo niet af, die moet ik nog wat aan doen. Hij heeft fantastisch mooie schilderijen van goden gemaakt. Die aan de ene kant kan je denken, ja, bijbelse figuren, mythische figuren, die zijn van alle tijd, die zijn zo ontzettend vaak geschilderd. Maar wat zijn mythische figuren en zijn goden, zijn portretten van, vooral zijn gezichten van Jezus, die zijn toch ontzettend indrukwekkend. Omdat ook die portretten en die goden zijn teruggebracht tot de eenvoud. Het zijn hele scherpe lijnen met een hele sterke focus op het figuur. En op die manier uitgebeeld dat ze echt een directe indruk maken op dat specifieke mythische of bijbels figuur. En... Dit is Jacob en de engel. En dat is naar de Bijbel, dat is het gevecht met God eigenlijk. Wilde ik in licht-donker tinten schilderen, waarbij het licht van binnen komt eigenlijk. Je ziet ook dat het licht komt hier uit. Hoe wil je? Schaduw. En van binnen komt het licht. Het oker, burnt sienna, burnt umber. Burnt umber? Burnt umber, dat is een verf soort. Ja, ja. En dit is de engel, zie je aan zijn vleugel. Ja. En eigenlijk zijn ze net zoals de mannetjes cilindrisch opgebouwd, hè? Want je hebt de kunstacademie gedaan, hè? Ja. En wat heb je daar geleerd? Ik heb daar vooral modellen tekenen en stilleven tekenen geleerd, maar ook in thema's denken en ontwikkeling in je werk zit. Dat eindresultaat niet het belangrijkste is, maar de weg, zeg maar. Ja. Maar ik vind het eindresultaat toch wel belangrijk. Die zwarte lijn, dat is zoals je ziet. En daarna met tempera even een paar vlakken erin gezet. Ja, er zit te veel beweging in het naarreel. Thank you.
profeet waar je net aan hebt gewerkt. Ja, dit was het uitgangspunt. Deze heb ik eerder gemaakt. En ik wilde eigenlijk dezelfde profeet, maar dan niet in aarde tinten, maar in de primaire kleuren en secundaire kleuren schilderen. Geïntegreerd met kubisme en profeten en ik probeer hem uit de achtergrond te laten opdoemen en is wel gelukt, denk ik. Want dat geel erbij, dat verzorgt dan meer die overgang naar licht. Ja. Van licht naar donker, van donker naar licht. Van licht naar donker. Ja. En als je nou die andere weer ziet, die bruine? Nou, daar zit meer diepte in. Misschien moet ik hier iets nog aan doen. Maar hij is iets te... Misschien denk ik dat dit te onrustig is. Maar misschien is dat wel juist het sterke van het schilderij. Het is misschien wel de tijdgeest die erin zit. Alles is scherp en druk. En... Ja. Zou je kunnen zeggen. Ja, een beetje psychedelisch is het misschien zelfs.